Hoi, leuk dat je even komt kijken bij mijn filmpje. Vandaag wil ik laten zien hoe ik deze prachtige bloemen heb gemaakt met behulp van de ponsen. De ponsen staan in de gewone catalogus en de voorjaarscatalogus. Wat heb je nodig voor de bloem? Ik heb gebruik gemaakt van de Delightful Dijon kaartstokpapier en het bijbehorende designpapier. Het designpapier is te vinden in een geheel blok van Stamping Up, wat alle mooie kleuren in verschillende motieven laat zien. Wat heb je nodig? Je ponst uit deze variant. Een tweetal. Scallop afdrukken. En uit het gewone kaartstokpapier pons ik er 3 uit. Dan pak ik er een prikmatje bij. En zorg ik dat ik daar de bloemblaadjes even verspreid op neerleg. Ik maak ze een beetje vochtig met een spritsje. Waar ik gewoon wat kraanwater in heb zitten. En dan leg ik ze op elkaar. Dan maak ik er een leuk stapeltje van. En in het midden prik er even met een prikpennetje doorheen. En plaats ik een kleine mini brad. Om het papier vast te houden. En dan ga ik de blaadjes een beetje omvouwen en tegen elkaar aandrukken, dat het kleine pakketjes worden in het midden van de bloem. En is er een papier iets te veel? Nat, dan laat je hem even rusten. Is die iets te droog, dan sprits je er gewoon nog eventjes wat water extra overheen. Het moet natuurlijk een beetje vochtig zijn, wil je het kunnen bewerken. De onderste laat ik zo, want dat is natuurlijk de onderkant van de bloem. Dan buig ik alles een beetje terug op zijn plaats, doe ik dat zelf het mooiste vind overkomen. Het papier scheurt niet, blijft mooi stevig. Belangrijk is dat je hem wel goed laat drogen voordat je hem echt ergens voor gaat gebruiken. In het midden van de bloem maak ik even een extra strassteentje plaats ik nog voor bovenop de mini bread. Ik hou wel van een beetje bling. En dan gebruik ik de andere pons om de bloemblaadjes mee te maken. Daar heb ik 2 blaadjes voor nodig. En deze ga ik vastmaken aan mijn bloem. Ik gebruik hiervoor de sterke Tombow-lijm. En dan druk ik hier mijn papier even op vast. Het is nog heel even tussen verschuiven voordat het zich echt vasthecht. Dit is de bloem en als hij opgedroogd is, houdt hij zijn vorm. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Mocht je vragen hebben of je vindt het leuk eens te kijken wie ik ben, wat ik doe, kijk dan even op mijn internetpagina www.dehobbytante.nl. Hier staan ook leuke acties, is de catalogus te downloaden. En kunt u ook via daar doorklikken naar mijn YouTube kanaal of mijn Facebook pagina. Vriendelijk bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Fijne dag!